En ik vertel dat vanuit die boterham, want wij hadden thuis altijd. Ik was een jong jongen die eette veel brood. Ja. En wij hadden altijd de derde boterham, en dat was de boterham van de bescheidenheid. Ja. En die ging dus zonder beleg. Oh. En nou, ik verzon allemaal trucs, maar het was gewoon de derde boterham was zonder beleg. En dat was om bij stil te staan. En ik vond het achteraf vind ik dat heel erg mooi. Ja. Met hoe gezegend wij zijn. Ja. En dat het af en toe goed is om ook weer heel erg naar de eenvoud terug te gaan. Ja. En dan na twee lekkere boterhammen met appelstroop ook weer te beseffen hoe bevoorrecht het is dat je zo'n lekkere boterham gewoon een Dit boterham met niks te eten. heb ik nog nooit gehoord, joh. Ja. Zijn jullie thuis gelovig? Heeft het Ja. daarmee te maken? Nee, het heeft denk ik meer vanuit de levensfilosofie te maken. En inmiddels, Ja? is leuk, want ik had hier nooit bewust over na, die boterham van bescheidenheid. Bescheidenheid is een hele belangrijke eigenschap Ja? voor mensen en voor leiders. Ik vertaal hem nu even naar leiders. Ja. De beste leiders zijn niet de leiders met de grote verhalen en die met de nieuwjaarstoespraak, hoe geweldig, en mijn deur staat altijd open, want die deur is gewoon de rest van het jaar Ja, dicht. nee. De beste leiders zijn bescheiden. Ja. Die zijn er als ze moeten er zijn. Ja. En als ze er dan moeten zijn, dan staan ze er ook. Maar niet vanuit hun ego. Je Ja. hebt heel veel mensen die staan er vanuit hun ego, en Ja, hoe goed ik ja, ben, ja, dit en ja, ja, dat. ja. Nee, de beste leiders zijn bescheiden. En die, maar als het moet, als er gedoe is, dan staan ze er wel. En dan zijn ze ook stevig genoeg geaard om er te staan. Dus bescheidenheid, Ja. dat is van Collins is dat eigenlijk het hoogste level van leiderschap. Dat zijn mensen die intrinsiek bescheiden zijn, alleen op de essentiële punten en momenten, dan staan ze er en worden ze ook niet omvergeblazen.